De 8 van Amstelveen wordt mede mogelijk gemaakt door Padkuil Steigerbouw. Welkom bij de 8 van Amstelveen aflevering 90 alweer. Weer een jubileumuitzending. Lekker weer hè, het herfst. Lekker langs de lijn gestaan. Lekker weer. Voor ik naar de wedstrijd ging, zei mijn vrouw, je hoeft geen jas aan. Nou Matthijs, ik ben heel blij dat ik je hebt er drie meegenomen. voor het eerst heb ik niet geluisterd naar. Ja, nou ja, ik was in Spanje met mooi weer, maar ik was alleen maar ziek. Dus ik heb ook geen mooi weer gehad daar. Maar goed, we hebben wel genoeg om over voetbal te kletsen. Maar heel even, vorige week hadden wij het over een oude foto die Alex van Elven liet zien over Martinez, heel lang geleden tegen Hoofddorp. Toen zei je, hey, dat seizoen onder Jannes van Lijk, dat was deken tweede. Nou, dan moet je net Alex hebben, die stuurt gelijk allemaal foto's op. Wat een kopje. Zo zag je eruit, Peet. Wat bijna 15 jaar geleden. Jeetje, ja, dit was wel een wereldelftal. Tegen United Davo waarschijnlijk, dat je kampioen wordt, werd. Ja. Ja, De laatste foto is misschien nog wel grappig. Ligt daar nou nog gras? Ja, dat denk ik wel, hè? Gras, ja. Eerste veld, dat is gras. Ja, gras, toch? Ja. Dit was een wereldelftal wat we hadden toen, Matthijs. Kijk, daar sta je. Kijk, hier kom je net uit de sloot. De sloot, ja. Ja, je moest ik een beetje plakken en knip, maar je komt net uit de sloot. Ik ben er twee keer in gegooid, hè? Ja? Ik had me helemaal Eén keer was niet genoeg? Houdt u na dat je gedoucht was nog een keer? Werd ik er nog een keer in gedonderd. Dus, had je drie pak kleren bij? Nee. Ja. Dus daarna naakt in de kantine. Oké. We blijven bij Sporting Martinez. Die speelde thuis tegen Bol. Vorige week natuurlijk een goede start met de winst bij Hoofddorp. Nu dus thuis tegen Bol. Een club die degradeerde uit de vierde divisie. Sporting Martinez treedt dus voor het eerst op zaterdag aan tegen Bol. Wat staat voor Broek op Langedijk. De thuisploeg heeft het eerste kwartier erg lastig. Toch komt het eerste gevaar van de thuisploeg. Niels Sporen stuurt Broos Krijger weg. Die komt 1-1 met de keeper, maar schiet net voorlangs. Maar ook Bol heeft het lastig de eerste helft en creëert vrijwel niks. En dan gaat het achterin helemaal fout. Sem van Brugge zet druk. Molenaar levert in en claimt een overtreding, maar de scheids fluit niet. Broos Krijger neemt over, komt weer 1-1 en dit keer weet hij wel het net te vinden. 1-0 voor de thuisploeg. Ja. En Martinez zet het goede spel voort in de tweede helft. 10 minuten na de thee is dit de mooiste aanval van de middag. Krijger speelt zijn mannetje uit en dan gaat het heel snel over meerdere schijven. De bal komt hard laag voor het doel en dan heeft Martinez heel veel pech. De bal belandt van dichtbij op de lat en in de rebound wil hij er ook niet in. Er is om en nabij een uur gespeeld voordat Bol een keer voor het doel verschijnt. En dan zal je altijd zien, als je hem zelf niet maakt, valt hij aan de andere kant. Schoon achter de bal. Die schiet in de muur en dan uit de kluts valt hij zomaar in de verre hoek. Het is invaller Pioch die de score gelijk trekt. Maar Martinez is duidelijk de betere ploeg en gaat weer op zoek naar de voorsprong. Het is Van Zwieten die de bal geniaal in één keer achter de verdediging lepelt. En Van Brugge kan hem vanuit een moeilijke hoek binnenschieten. Ja, die mag er toch eigenlijk niet in. Doelman Beric laat een gaatje vallen, waardoor hij uiteindelijk kansloos is. Dan is de stand 2-1 en in de laatste 10 minuten gaat Bol alles of niet spelen. In eerste instantie wordt de bal geblokt, maar in tweede instantie kan Pioch uithalen en moet Dean Palmer zich strekken om te redden. Fantastische redding van de keeper. Het lijkt erop dat Martinez de tweede drie punten van het seizoen kan gaan bijschrijven. Maar dan, 2 minuten voor tijd, is het een lange bal die wordt doorgekopt. Bregovina kan doorlopen en schiet zo de 2-2 binnen. Zo eindigt de wedstrijd in een gelijk spel, maar dat zal voor Sporting Martinez meer als een nederlaag voelen. Ja, dat klopt. Zeker op basis van het veldspel. Goed gespeeld. Grote fase van de wedstrijd. Eerste 20 minuten hadden we wel moeite met een aantal keer dat we slordig waren en dat zij in de omschakeling gevaarlijk konden worden. Maar daarna pakten we het op en speelden we echt een goede eerste helft. En ook de fase na rust was er eigenlijk weinig aan de hand en was het wachten op 2-0. Schieten we ook op de lat. Mooie aanval met over verschillende schijven.
En helaas landt hij op de lat. En daarvoor ook al een aantal situaties die we, als we die beter uitspelen, dat je de wedstrijd eigenlijk onder controle hebt. Uit het niets krijgen ze een vrije trap op 20 meter van de goal. En die wordt eerst goed geblokt of wordt in de muur geschoten. En daarna vind ik dat we te slap op de tweede bal reageren. En die gaat via een been vervolgens alsnog uit het niets erin. Dat was het eerste wapenfeit van de tweede helft van Bol. Daarna pakken we het gewoon ook weer goed op. Zijn we de betere ploeg. Maken we terecht de 2-1. En is het daarna een fase, de laatste 10 minuten, dat zij Fabank gaan spelen. En dat wij wat in de problemen kwamen. En met fysiek veel mensen naar voren en ballen erin pompen. En maar ook wel echt de wilskracht om die gelijkmaker te maken. Hebben ze dat uiteindelijk voor elkaar gekregen. Ja. Ja, het lijkt wel Michael. Ik denk dat iemand van de radio te woord staat. Hij doet gewoon helemaal over wat Rob net allemaal in zijn verslag heeft verteld. Ja, hebben we toch gezien? Ja. Ik wil een analyse. Niet wat er gebeurt, dat heb ik ook gezien. Maar kijk, ik denk dat Michael zichzelf ook een beetje verdedigt hierin. Wanneer ik die vraag had gesteld, had ik gezegd... je mag die 2-1 twee minuten voor tijd nooit uit handen geven. Nee. En wat Martínez aan het doen was... die laatste 5 minuten bleef ze toch dat tiki-taki doen achterin. Ja. Wat we al eerder roepen, schiet die bal gewoon de sloot in of richting veld 3 of 4. Nou, Peter, we zijn anderhalve week bezig, 2 weken bezig. En ik heb al zoveel blunders achterin gezien. Als we die van vorige week erbij hebben, ik moet wel 1 rectificatie. Ik zei toen dat Mol was, maar dat bleek sporen te zijn. In de beelden die bal bij Martínez verspeelde, waar die goal uit viel. Bij Amstelveen misschien, nu zien we een verdediger van Bol weer zo knullig de mist in gaan. Het is, maar dit zijn dure punten, Matthijs. Ja, dit zijn hele dure punten. Oké, het was de eerste wedstrijd van Martínez op zaterdag. En dat vraagt om een reportage. Want ja, hoe doe je dat? Martínez, grote club, velden eigenlijk altijd vol. Rob van Dijk ging op onderzoek uit. Hoe gaat met Martínez dat allemaal doen? Wennen en aanpassen. Dat waren de woorden die het meest vielen afgelopen zaterdag bij Sporting Martínez. Want het eerste team speelde voor het eerst op zaterdag in plaats van de vaste zondagmiddag. Dat is wel, ja. Het is altijd zondagmiddag om 2 uur, jaren, en nou om 4 uur, middags. En dat is even wennen, je wordt de boel weer omgooien. En nou, morgen hebben we niks te doen misschien. Nou, het is wennen, maar alles wens, zeg ik altijd. We moesten even schakelen. Heel vreemd, en na de harde tijd, ben je helemaal niet gewend, 4 uur. Maar ja, kijk hoe dat gaat. Maar het is vreemd, het komt die indeling, hè? Een gemengde indeling, zaterdag en zondag. En dat betekent dat ook de weekendplannen aangepast moeten worden. Ja, eigenlijk wel, want we gaan normaal naar Amstelveen. Maar ja, daar kunnen we nou niet heen, want die helft 3 en deze 4 uur. Dus zaag. Maar ja, ik ga daar, ja, Martínez is met mijn clubje. Dus daar ga ik heen. Ja, ik moet er zeggen, uit ook altijd mee. Ja, dat is altijd leuk. Nee hoor, ik gooi nooit niet zon, want als het zondag vrije dag is, ga ik lekker als hij alleen naar de club is, ga ik boodschapjes doen. Dus boodschappen komen altijd binnen. Niet alleen de vaste bezoekers moesten zich aanpassen. Zowel achter de bar als achter de schermen was het best even puzzelen. Nou, het is de eerste keer dat we dit gaan meemaken. Ik hoop dat we het kunnen redden. We staan straks met 4 man achter de bar en 4 medewerkers in de keuken. We gaan het zien. Nou, het is wel een uitdaging, ja. Dus we hebben echt, als je kijkt naar de wedstrijden die vandaag gepland zijn, dan moet echt alles op tijd beginnen, op tijd eindigen, anders heb je echt een probleem. En dat zag je vandaag ook wel weer, dat we 5 minuutjes of 10 minuutjes laten beginnen. Maar goed, we hebben een goede verenigingsmanager die er bovenop zit en dat scheelt heel veel. Dus het is, uiteindelijk is het best heel goed gegaan vandaag. Organisatorisch was het misschien wat lastig, maar de trainer en zijn spelers vinden zaterdag eigenlijk een prima voetbaldag. Ja, volgens mij zijn een paar jongens er heel blij mee. Apart. Het is vooral later. Het is even schakelen voor iedereen. Schakelen. En het is super fijn. Ja, het voetbal is voetballen. En we staan het hele weekend klaar voor. Nee hoor, dat is heerlijk. Ik vind zaterdag eigenlijk wel lekker. Zondag vind ik wel een rustdag. Dus zaterdag is wel lekker voor die gasten. En hebben ze ook zelf een extra rustdag natuurlijk. Naar de training van dinsdag. Ja. Je houdt er gewoon rekening mee. Het persoonlijke plannen worden eromheen gedaan. Daarvoor voetballen op een mooi niveau. En niet alleen de dag was anders. Normaal speelt het eerst om 2 uur en nu om 4. Is dat niet een beetje aan de late kant? Ja, het is wel een beetje laat, maar ja, ik hou van voetballen. Dus om 6 uur vind ik het ook goed. Nee, maar het is inderdaad een beetje vreemd. Het is winnen. Ben je niet gewend. Maar ja, pas maar aan. Een beetje gekke tijd. Maar ik heb al soep gemaakt, dus dat is alvast binnen. En voor de rest passen we ons aan, als dat zeggen we.
Ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant zie je wel dat heel veel teams ook al gespeeld hebben. En dan ook komen kijken bij het eerste. Dus dat heeft wel weer wat voordelen. En dan wordt het, als we het nog eerder gaan doen, dan wordt het echt een mega puzzel. Dan gaan er echt, nu beginnen de laatste wedstrijd om 6:00. Drie velden helemaal vol. En dan wordt het nog later, wordt het nog moeilijker. Dus dat is te veel geschuift. Dus dit was eigenlijk de beste optie op dit moment. Ja, ook dat is misschien voor de winter wel natuurlijk. Het is hier een beetje 5:00 donker. Maar ja, het is niet anders. Als je 1400 leden hebt, ze moeten allemaal voetballen. Ze beginnen soms om 8:30 met de pillen. Het is zelfs 6:30 de laatste wedstrijd. Dus we mogen blij zijn dat deze wedstrijd dus gepland kan worden. Ja, mooi om te zien, Genis de Bruin, mijn oud-elftal leider trouwens. Ja. En zijn vrouw nog steeds in de bestuurskamer allebei. Hè? Warmte als je daar binnenkomt bij die mensen. Maar het is wel, het was nu mooi weer, zaterdag. Maar ja, straks is het inderdaad, wat mevrouw de Bruin zegt, 5:00 is donker. Ja, om half 5 al, Matthijs. Ja, ja. Ik hoop dat iedereen dan ook nog wel komt kijken. Want dat verdienen ze wel. Ja, dat verdienen, maar ik vond het nu ook al niet druk met het publiek. Hoor. Ja, maar ik vind het lastig inschatten. Ik heb niet gehoord over aantallen of iets. En de beelden die we zagen, die interviews zijn natuurlijk voor de wedstrijd opgenomen. Dus dat het toen misschien nog niet zo druk was. Want als ik Rick hoorde, de voorzitter, zegt ja, andere teamspelen ook kunnen nu mooi aanschuiven. Ja. Dus het hoeft niet per se minder druk te worden, denk ik. Nee, maar dat is een heel mooi luxe probleem. Meer dan 1400 leden. Hè? Ja. Dat is en hadden we het vorige week over Nautilus. Hè? Daar liggen de velden blank op zondag. Want je hebt heel weinig teams. Ja, er zit een heel grote contrast, hè? Er zit een grote weg tussen om die aan elkaar te voegen, Matthijs. Ja. De kleuren zijn wel hetzelfde. Geel, bijna. Rood, vee. Ja. Ja. Net dit is meer geel, iets meer. Ja, oké. We gaan naar de uitslagen uit zaterdag eerste klasse A. We pakken de kaart er even bij. Nou ja, 4 wedstrijden gespeeld op zaterdag, 3 op zondag. Even Aalsmeer tegen Fios, 4-2. 3 keer Niels Falen, Aalsmeer 1-0 voor, 2-1 achter. En tussen de 75 en de 83 minuut scoren ze 3 goals. Aalsmeer 2 van Falen en eentje van Vincent Noordam. Opvallend in deze afdeling, we hebben nog geen stand. Er is geen enkele ploeg meer die 6 punten heeft. Nee. Martinez en Velsen waren dat, maar ja, Martinez speelt gelijk. Velsen verliest zelfs van HBOK. Dus niemand meer met 2-6. Volgende week doen we de stand erbij, Peet. Want dan krijgen we weer een beetje zicht. Wel een superleuke pool dit hele seizoen. Ja, we gaan kijken hoe het zich gaat ontwikkelen. We gaan naar de tweede klasse. Eerst even Legmeervogels. De ploeg van Jack moest uit naar Nieuwkoop. 3-0 gewonnen. Jordi Nieuwendijk penalty. Robin Bakkers en Camille Schouten. 6 punten uit 2 wedstrijden voor Jack. Ja, nou Jack, het is bijna februari. Oktober is het. Ja, maar straks is het bijna februari voor die lange Polonaise voor Jack. Hou op. Want ik ga er toch weer over beginnen. En nee, je kan niet naar 2 wedstrijden over Polonaise beginnen. Nou, Jack roept nu al geen Polonaise aan mijn lijf. Heeft hij dat nu al gezegd? Ja, hij heeft het nu al geroepen, maar hij krijgt echt die Polonaise van mij. Want als Jack zo doorgaat, gaat hij weer kampioen worden. Nou ja, nog 6 wedstrijden, goed resultaat op je eerste periode binnen. Ja, maar ik mag ik even smullen van die man? Hey, maar heel even, Peet, glazen bol. Ja. Stel dat. Ja. Dan krijgen we Aalsmeer, Legmeervogels, Martinez, allemaal in de eerste klas. Als Roda nou ook nog even zijn best doet, dan krijgen we een eerste klasse. Ja, maar dan kunnen we alles hier in Amstelveen houden. Dan wat zijn we aan het doen? We hebben 2 wedstrijden gespeeld. Matthijs, Legmeervogels wordt kampioen. Ja, dat is goed met je. Ik wil die Polonaise met Jack. Oké, dan gaan we naar de wedstrijd waar jij afgelopen weekend was. De enige wedstrijd op zondag. Apkoude tegen Roda 23. En een hele verrassende doelman bij de ploeg uit Bovenkerk. Daan Stevens is de doelman van Roda, omdat ook Jordi Bungener geblesseerd is geraakt. Stevens dus voorlopig eerste doelman bij Roda 23, al de derde van dit seizoen. Roda komt na 10 minuten op een 1-0 voorsprong. Ocean Cousel, goed opgestoomd van achteruit, passeert de doelman van Apkoude, die niet helemaal vrij uitging. Roda Veller, wel slordig balverlies. En dan kan Apkoude 5 minuten na de openingstreffer overnemen. En is het uiteindelijk Jandro Capel die Stevens passeert. 1-1 is ook de ruststand, ondanks dat Roda via Steinhardt nog een strafschop heeft gemist. Cousel met de voorzet en Miguel van Duin die keurig binnentikt. En zo staat de ploeg van Bernard Tovek weer op voorsprong. En die geven ze niet meer uit handen. Olaf is goed doorgelopen richting tweede paal en maakt zijn eerste doelpunt na ruim een jaar blessureleed. Hij is dus echt weer terug. Giovanni Olf, 3-1 voor Roda. Dat vervolgens geen twijfel meer laat bestaan wie de beste is.
Het vecht goed door. Dit is weer Olf. Helemaal vrij. Houdt het overzicht. Daar is Kok. En Kok bepaalt de tussenstand. Want we zijn nog lang niet bij het einde. Op 1 tegen 4. Apkoude, trouwens onder leiding van Gennaro Snijders. Hij vervangt tijdelijk Sven Slob, die 2 dagen voor de start van de competitie opstapte. Snijders heeft dispensatie tot halverwege november om Apkoude te leiden. Dat trouwens terugkomt in de wedstrijd via Dave Brouwers. Maar het slotakkoord is weer voor Roda 23. Moussaoui gaat goed door en Kok mag zijn tweede namen. Apkoude eindigt met ze trouwens met 10 man. Roda wint 5-2. Het was inderdaad een slechte wedstrijd. Ik dacht dat we vorige week niet goed waren. Dan was dit wel de ondergrens, vind ik. En als je de ondergrens passeert, dan moet je in ieder geval 3 punten bijhouden. En dat meenemen in dit geval. En dat hebben we gelukkig wel gedaan. Wie ik heel erg goed vond, was echt wederom een nieuwe speler. Dat was de keeper Daantje. Ja. Ja, Daan hebben we uit nood moeten bellen. Ik heb natuurlijk zelf met Daan gevoetbald. Ik weet wat hij kan. Ik weet hoe belangrijk hij kan zijn. Het is een leider, het is een goede keeper. En ik hoop dat we hem niet afgeschrikt hebben met deze wedstrijd. En dat hij volgende week het proces omhoog wil ervaren met ons. Wil meebeleven. Ik ben heel blij dat hij er was. Hij was ontzettend belangrijk op bepaalde momenten. Waaronder bij de 2-1 stelt hij een pass uit waardoor er ruimte komt. Vallende bal, van daaruit valt eigenlijk de 2-1. Ik hoop dat hij de volgende week en de week erop en tot we onze keepers terug hebben gewoon erbij is. Dat hoop ik. Maar hij heeft ook een thuissituatie en daar moeten we rekening mee houden. Derde keeper al sinds de start van het seizoen. Wat een pech kan je hebben, hè? Ja, wat een pech kan je hebben. En ook voor de jongens natuurlijk. Ja. Maar Daan Stevens, ja, wel, ik vind het wel weer grappig eigenlijk. Ja, maar ik sta een beetje achter Daan te filmen. En tijdens de wedstrijd ook een beetje te grappen en te grollen. En hij schiet die bal uit en dan komt die 2-1 gelijk uit. Ja, jammer. Ik had net die beelden niet gekregen dat je dat kon zien. Ja, maar dus, waarop Daan zegt, heb je deze, Peet? en dan, ja, maar die jongen die staat dan weer onder de lat alsof hij gewoon... Niet is weg geweest. Nee, joh. Nee. Dat is, en ik hoop voor Roda dat, met alle respect voor de andere keepers, dat Daantje nog even blijft staan, hoor. Ja. Nou ja, dat zullen we moeten voorlopig, want die anderen zijn nog geblesseerd. Heel even, 5-2 winnen. En zowel jij als Bernard zeggen dat het de ondergrens was van Roda. Ja, het was gewoon heel snel. Nou ja, dan mogen ze voor mij elke week dramatisch spelen. Ja, maar ze maar winnen. Met alle respect voor Apkoude, ja, die waren nog slechter. En, ja, anders verlies je niet. Nee, maar Matthijs, het hele niveau van deze hele wedstrijd was echt dik onder de maat. Hoe kan dat? Was er geen motivatie? Waar lag dat dan? Toen Roda ging wisselen met een Tom Kok inbrengen. Ja. Ik snap überhaupt niet, ik weet niet waarom Tom... Vorige week was hij er niet in verband met werk. Dus ik snap dat hij dan... Misschien heeft hij ook niet alles getraind. Dus ik vind het niet heel onlogisch dat hij aan de bank begint. Nee, maar dan zie je een ervaren Tom Kok erin komen. Die sweept die gasten gelijk op en die geeft ze bijna op een klote. Wat ik de huidige aanvoerder niet zie doen. Nee. En dan scoort Tom ook nog 2 keer. En de andere wissels die brachten ook nog meerwaarde. Dus ja, maar qua niveau van de tegenstander van Roda hebben ze gewonnen. Maar als ze een andere tegenstander hadden gehad, was het niks geworden. Dan waren ze van de mat gespeeld. Het was gewoon heel slecht. Nee. Nog iets gehoord trouwens over eventueel een nieuwe trainer op Koude? Ja, er gaan wel geruchten rond en ik hoor daar in die kantine de naam Bras vallen. Ja, die was er zeker ook natuurlijk. Die was er ook even. Ja. Die kwam het zou niet slecht zijn, denk ik. Ik heb het hem niet gevraagd. Oh. Ik bestelde een broodje bal en hij bestelde een broodje hete kip. Dus die zal, hij weet wel wat voor keuken het is daar ook. Ja, hij kent het daar natuurlijk, ja. Maar okay. Waar rook is vuur. Dus ik denk dat... Het zou zomaar kunnen. De Snijders heeft tot half november dispensatie van de KNVB. Ja, maar ik snap niet waarom Snijders erop zit. Terwijl die assistent trainer, die Danny... Heeft papieren, hè? Die heeft zijn papieren gewoon, van een tweede. Ja. Maar ik begrijp wel... Maar goed, hij is technische manager, directeur, whatever. Dus ja, ze zullen wel gaan zoeken naar een oplossing. Voor Apkoude goede oplossing, tot zover. Ja. En, laten we niet te veel van Apkoude doen, anders moeten we nog meer shirtjes erbij. Nou ja, ik denk, dan ga ik het nog over shirtjes noemen. Erbij gesproken. Ik heb er weer een gekregen. Kijk, Aalsmeer hangt inmiddels. Mooie rood is niet lelijk, Matthijs. Cardio. Ja, kwamen ze brengen vanmorgen nog even? Ja, en ik mis er nog één, hè? Ja, we missen nog 2. SCW missen we nog en RKDES. We zullen Siver Abdulrahman even aan zijn staart trekken. En nog maar, dat vertel ik zo, want SCW heeft namelijk ook een trainer uit Amstelveen.
Dus die komt er ook bij. Ja, hij moet er ook bij. Ja. Maar, en ik ga onze stijgenbouwer. Ga ik vragen of hij een stijgertje wil maken hier. Ja. Zodat we die shirtjes mooi. Is dat niet die paktel? Ja, pakken we er allemaal in. Paktel, ik mag geen namen noemen. Nee. Oké, Peet, Cario, nou, die komen niet voor niks vandaag natuurlijk dat shirt brengen. Want ze speelden tegen AMV afgelopen weekend. Een soort van, nou, streekderby dan maar. Lekker, ook weer Lexi van der Horst. Lexi van der Horst, vorige week gewonnen met Cario en AMV verloor haar eerste wedstrijd. Een samenvatting van die streekderby. AMV ging zaterdagmiddag op bezoek in de Kwakel, waar alle goals trouwens in de tweede helft vielen. De eerste is een curieuze. De corner vanaf rechts en vraag me niet hoe, wie of wat, maar de bal eindigt achter keeper El Kouraï. 1-0 voor KDL. AMVJ komt wel langs zij en wordt daarbij een handje geholpen. Kortsluiting bij de achterhoede zorgt ervoor dat Kabilovic kan afronden. 1-1. En de Amstelveense ploeg komt ook op voorsprong. Kabilovic met de schijnbeweging en zo speelt hij Lewis Konst vrij. Die twijfelt niet en schiet de bal hard rechts in de hoek. Zo komt AMVJ na 10 minuten in de tweede helft op voorsprong. Maar niet voor lang, want zo'n 10 minuten later is het alweer gelijk. Aanval over rechts. Een goede voorzet en Fabian Hofmeester springt hoger dan alles en iedereen bij AMVJ. En de thuisploeg komt weer 10 minuten later zelfs op voorsprong. Het is Bjorn van der Knaap die de vrije trap neemt. En tja, keeper El Kouraï. Zo kan je net zo goed geen muurtje neerzetten. Zo komt KDO erg makkelijk op voorsprong. AMVJ had zichzelf al eerder moeten belonen. Het komt niet meer langs zij en het wordt zelfs nog 4-2. Blekemolen geeft een achterloos balletje met zijn buitenkant op Jesse Stangen. Die bewaart het overzicht en zo kan invaller Roy de Jong de uitslag op het bord zetten. KDO 4, AMVJ 2. Beetje een gekke wedstrijd. Waarbij wij voor rust denk ik al AMVJ te lang in leven laten. Door veel kansen te missen. Ik vond ons zeker de eerste half uur vond ik ons echt heel behoorlijk spelen. Niet heel goed. Vooral de eerste helft vond ik een beetje matig. Maar de tweede helft herpakte ons een beetje. Maar al met al niet goed genoeg. Dan krijg je na rust in binnen 2 minuten 200% kansen. Die gaan er niet in. En dan krijg je eigenlijk een rommelgoal. Een corner die we ingestudeerd hebben valt erin. En dan denk ik van nou, daar ging ik eens goed voor zitten. En ineens waren we het 5-6 minuten kwijt. En komt de AMVJ op dat moment in een sterke fase op 2-1. Erg veel balverlies. Durfde ook niet echt voetballen op dit veld. Hadden er veel moeite mee. En te veel fouten. En toch kom je er 2-1 voor. Ja, een beetje tegen de verhouding in vond ik wel. Maar ja, een goede fase. 2 goals gemaakt. Daarin hadden we zelfs een derde kunnen maken. Maar ja, het was denk ik 15 minuten, 20 minuten echt goed. En voor de rest was het niet goed genoeg. Op een gegeven moment valt er een 2-2. Eigenlijk, dat vond ik eigenlijk de mooiste goal van de wedstrijd. Een schitterend doelpunt. En ja, toen had ik wel het gevoel dat we hem zouden doordrukken. En dat gebeurde uiteindelijk ook. Ja. Goed, Peet. Nou, Polonaise bij Lex van der Horst. 6 punten uit 2 wedstrijden. Lex houdt wel van Polonaise, hoor. Ja, volgens mij ook die, wel. Die houdt van een Polonaise. Ja. Maar dat is wel echt ook een fijne trainer, hoor. Om, ja. Nou ja, een lekkere start, betere start kun je natuurlijk niet hebben. Nee. Maar AMVJ, ja, 0 uit 2. Maar wat we eerder noemen, dit jaar voor AMVJ, die zijn bouwhond. En puntjes pakken en hopelijk gewoon erin blijven. En dan volgend jaar verder bouwen. Ja. En KDO, wat verwacht je daarvan? Nou, ik verwacht, zit boven hun stand? Nee, KDO gaat ook. Die gaat wel bij de eerste 5 eindigen. Ja. Dit seizoen. Ja. We hebben nog niet zo heel lang geleden speelden ze gewoon de tweede klasse op zondag. Hè? Exact. Ik ook naar die zaterdag gegaan. Dat vind ik al een hele grote stap van de KDO. Zondag naar de zaterdag toe. Want ik heb daar ook gezeten. Maar bij ons nooit geen zaterdag werd gezegd. Toen, Nou ja, uiteindelijk kom je er niet meer aan. Als vlaggenschip daar. Uiteindelijk kom je er niet aan. Hetzelfde geldt natuurlijk voor RKDS. Komen we straks nog wel even wat op bij de uitslagen. Eerst even een Amstelveen Heemraad. Vorige week natuurlijk 3-0 achter, uiteindelijk 3-3 tegen SDZ. Nu tegen een ploeg die ook gedegradeerd is uit de tweede klasse. Zaterdag tweede klasse. Via de nacompetitie weliswaar dat Burgja. En dat moest de ploeg van Norbert Alblas hopelijk 3 punten opleveren. Blommestein op Van de Steenhoven, de spelmaker bij Amstelveen op Krude. Die draait zich goed vrij en dan is het al raak. 3 minuten onderweg en Amstelveen Heemraad staat al op een 1-0 voorsprong.
Kwartiertje later, 20 minuten gespeeld. Dus een goede snelle aanval van Wadburgia. En dan komt de bal uiteindelijk bij de tweede paal waar Koning vrij in kan schieten. En zo staan ploegen weer op gelijke hoogte. Diezelfde Koning levert zomaar in bij Van de Steenhoven. Krude, Van Dijk uit zijn goal, maar Krude is de eerste bij. En dan is het 5 minuten voor rust, 2 in Franseveen. Wat een prachtige paas van de Steenhoven. Maar wat doet Krude dit goed? En ja, Van Dijk die moet natuurlijk alleen komen als hij zeker weet dat hij die bal heeft. Amstelveen dus met een 2-1 voorsprong de rust in. Na rust wordt die voorsprong nog ietsje groter. We zitten in de 74ste minuut. Goeie actie van de Steenhoven. Krude daar. En dan is het uiteindelijk toch 3-1. Een goede overwinning voor Amstelveen Heemraad. Ik denk dat we een prima wedstrijd gespeeld hebben. Dat we echt als een collectief gespeeld hebben. Dat we super hard gewerkt hebben. En ik denk dat je vooral een ploeg met iets meer lef zag dan vorige week in de eerste helft. Ik heb daar veel aandacht aan besteed deze week. En ik denk dat je vandaag wel een ploeg zag die knijterhard werkte. Maar vooral ook heel veel lef toonde aan de bal. En we weten dat het een keer fout kan gaan. Maar ja, op die manier proberen we gewoon te leren. En proberen we spelers beter te maken. Ja, een 3-1 overwinning dus voor Amstelveen Heemraad. Van de Steenhoven zeg hij. Ja. Wat een goal ook, hè? Wat een goal. Paas goed en ja, goal goed. Paas, hij geeft die paas. Hij kijkt even in een seconde en hij legt hem neer. Maar je ziet hem in effect nog naar buiten gaan. Zodat die speler hem in de loop meekrijgt. Ja, dan zien wij alleen maar de goals nog. Hij zal waarschijnlijk nog van meer van dit soort paasjes geven. Ja, wat is die jongen fantastisch. En, ja. En die eerste goal was ook fantastisch natuurlijk. Ja. Hè? En ook lekker, ook weer voor Amstelveen. Bouwend ook voor Norbert. Ja, ook die zie ik hoge ogen gooien. Hoor. Laten we even kijken naar de andere uitslagen uit deze afdeling. Uit de zaterdag derde klasse B. Buitenveld Almere 2-2. KDO ANV heeft u gezien. 4-2. RKDES 1-1 tegen EMM. Zonder 1-0 achter de ploeg van Sivar Abdulrahman. En uiteindelijk vanuit een strafschop van Mike van den Bergen werd het 1-1. SCW Kaagja 2-0. SCW Peet Rijzenhout. Trainer Ardon de Waard, oud eerste elftalspeler Amstelveen Heemraad. Echte Amstelvener, heeft nog bij AZ gespeeld. Weer een shirtje Telstra, erbij. Er moet een shirtje bij. Matthijs van der Burgt en Maals Panka maakten daar de doelpunten. Amstelveen wat Burgje gezien, VVC SDZ 0-7 maar liefst. En AFC DWS, Ricky Kumar, wint met 1-2 van zijn oude club, AFC. Dus volgende week de stand in beeld, want dan valt er pas wat van te zeggen. En over nog een Amstelveense trainer, Sivar Abdulrahman. Ja. Die is nog, nog steeds lekker aan het bouwen eigenlijk met het team. Ja. Dus ook knap die mist pitch. Mist ook nog wat mensen geloof ik, Erendere. Nog wat geblesseerde spelers, maar het is wel een... We gaan ze allemaal tegenkomen dit jaar. Het is smullen voor ons dit jaar, Matthijs. Ja, absoluut. Hey, we gaan naar de vierde klasse. Oudekerk thuis tegen Altius. Muis zoekt de combinatie, maar krijgt hem met enig geluk terug. En dan is daar de overtreding en kansrechter Stapel niks anders doen dan de bal op de stip leggen. Stef Kazoek is vrij zeker vanaf 11 meter. Doelman Martin Breuk pas 19 jaar geklopt. Van Rens gaat in de fout. Dan kan Muis overnemen richting Kelvin Lam. Goeie beweging. Nog een keer. Dan om Breuk heen. En dan ja, met enig geluk komt hij dan in de verre hoek. Maar Altius staat bij rust wel met het 2-0 voor. Dit mag door van scheidsrechter Stapel van den Hazel met de duw in combinatie met Lam. En daar is de treffer voor de ploeg uit Hilversum. Die in deze vierde klasse wordt gezien als een van de kampioenskandidaten. Kan Oudekerk niksje wel hoor. Van Une met de paas op invaller Petronia. En dan is ook doelman Snoek geklopt. 1-3 maar een minuut later. Wij zien het helemaal niet. Want de analysecamera's kunnen het hoge tempo niet bijbenen. Staat het wel ineens 1-4. Een tweede treffer van Oudekerk komt er ook. Wordt ingezet een licht duwtje van Tim Hendricks. Maar scheidsrechter Stapel vindt het wel een strafschop. Senna Hamel achter de bal. Snoek voor de tweede keer geklopt. En dan is het 2-4. Meer zit er niet in voor Oudekerk. Altius zou uiteindelijk met 2-5 gaan winnen. Van de Hazel via de rechterkant. En ongelukkig maar waar 2-5. Oudekerk verliest. Ja, die moet pijn doen daar in Oudekerk. 2 wedstrijden, 0 punten. Maar ja, ik moet wel zeggen, kijk op het wedstrijdformulier. Het zijn allemaal hele jonge spelers. Mm-hmm. En die zijn nog bouwend. Oké, dan kun je zeggen, de beker hebben ze alle drie de wedstrijden gewonnen. Ja, precies.
En dat zal ik ook zeggen, maar ja, ik maak me nog geen zorgen om Oudekerk. Nee, maar als je degradeert en je begint de eerste twee wedstrijden met een nederlaag. Het is niet motiverend. Dan had ik liever, dat is zeker niet motiverend. Dan had ik liever die bekerwedstrijden verloren. En deze twee gewonnen. Maar ja, gezien de leeftijd. Ik weet wel dat Altis wel een van de ploegen is die mee moet gaan doen om de titel. Zijn kampioenskandidaat. Ja. En dat is Oudekerk dus duidelijk niet. Nee, Oudekerk is bouwend. Ik kijk naar nogmaals leeftijden. Het zijn jonge jongens. Het mag geen excuus zijn. Nee. Maar, misschien aan het eind van het seizoen nog een derde periode. Iets in die richting. En ik mis ook een speler op het wedstrijd. Ja, van Nieuwkerk, hè? De spits van vorig jaar. Ja, en die is gebleven. Ja, en, maar wat is er aan de hand? Nou ja, dan ga je een beetje hier en daar rondvragen. Ja. En dan hoor je wel wat verhalen. En dan kom je er toch achter dat Nick van Nieuwkerk per direct gestopt is bij Oudekerk. Nog een aderlating dus. Nog een aderlating. En de reden, ja, hij is niet helemaal fit meer. Hij voelt ook pijntjes hier en daar. Dus, misschien niet naar zijn zin. Je stopt ook niet zomaar. Als je geblesseerd bent, dan herstel je en dan kom je terug. Ja, al heb je een pijntje, dan blijf ik ook doorgaan. Dat deed je ook vroeger. Ja. Heb je het gevoel dat er meer aan de hand is dan? Ik heb het gevoel dat er meer aan de hand zou kunnen zijn. Ja. Zeg je heel voorzichtig. Dat zeg ik heel voorzichtig, politiek correct. Ja. Maar dat weten we over een week of twee, drie, Matthijs. Ja, okay. Oudekerk dus zonder Van Nieuwkerk. Goed, gaan we naar de vijfde klas. Ja, Peet, vijfde klas. Rap tegen Sporting Martínez zaterdag. Een van de weinige echte Amstelveense derbies in het seizoen. Ja. En natuurlijk de eerste thuiswedstrijd voor Rap. Ik had gevraagd, jongens, stuur in ieder geval even wat foto's op. Dus nou, kleine impressie hoe het was, Peet. Op gras inderdaad. Ja, dat grasveld, Matthijs. Ja, volgens mij traint de KNVB. Dat deden ze wel altijd. De tegenstanders vaak van Nederlands elftal of van Ajax trainen daar vaak. Volgens mij nog steeds. Maar het is gewoon een bejatlaken. Ja. En even mijn complimenten aan de heer Kevin Matsen. Die trainer. Twee gespeeld, vier punten. Vier punten, ja. 2-0 werden tegen Sporting Martínez. Jonan Kuiper maakten ze allebei. En dank ook Zana Schultens voor alle foto's die je gestuurd hebt. Goed, ja, vier punten uit twee wedstrijden. Het ziet er leuk uit. Nou ja, als ze het goed blijven doen, dan houden ze in de gaten. En het publiek, ik zag bovenop helemaal vol staan bij Rap. Ja, maar ik zag dat hadden ze ook aangekondigd. Hè? Kevin zei het ook in het interview vorige week, of twee weken geleden. Het leeft. Dat die andere teams ook weer gaan kijken. Het is toch een eerste elftal. Dat klinkt toch allemaal net even wat anders. Ja, en jongens die bekend zijn bij de club, hè, die daar spelen. Dus het gunt elkaar ook alles. Hey, we gaan kijken naar het programma voor komend weekend. Dat ziet er als volgt uit op zaterdag. Leg meer volgens Breukelen. DWS aan VJ. Pittige. Rikkie tegen aan VJ. Amstelveen op bezoek bij Kagia. Erke Fik op bezoek bij Jos Watersmeer. Oudekerk Herta uit Vinkeveen. Germaan de Eland Rap. En Sporting Martínez zaterdag thuis tegen TOS Actief. En dan zondag 6 oktober. Sporting Martínez op bezoek bij Fios. En FC Aalsmeer gaat op bezoek in Castricum bij Vitesse 22. En dan hebben we nog Roda 23. Die spelen thuis tegen SV Leones. Goed, dan hebben we alles gehad, Peet. Vol programma. We brouwen er een eind aan. We moeten op de tijd letten tegenwoordig. Anders past het allemaal niet meer in ons uurscarousel. Ja, maar net als voor ons is het ook weer wennen. We komen er langzaam in, maar het gaat wel leuker worden. Want uiteindelijk wel. Dit is, uiteindelijk komt alles goed. En ik ga een stijgertje regelen voor al die shirts. SCW, RKDS, stuur shirtjes nog even op of kom ze brengen. Dan hangen jullie er ook bij. Dankjewel P, tot volgende week. U bedankt voor het kijken. Graag tot langs het veld of tot volgende week dinsdag. De Acht van Amstelveen werd mede mogelijk gemaakt door Padkuil Steigerbouw.